And do one more. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een livestream. Oké, we gaan beginnen. Oké. Even het oortje doen. Dames en heren, ik moet het laten zien. Kijk eens wat fucking af is. Onze fucking... Ja, bijna al. Hij is er af. Ik heb buiten de opnames heb ik dit afgemaakt. Moet dan alleen dat water nog weg. En dan klaar. Is kies. Kies. Ik hoop dat iemand dadelijk zegt van ik wil helpen. Laat me helpen alsjeblieft. Vind ik het goed. Ik deel dit dadelijk even snel op Facebook. Dus dan weten jullie dat ook. Oké. Serieus? What the fuck? Oh ja, dat is een moordstiekje. Maar jongens, serieus, ik ben hier nog niet binnen geweest, hè? Dan moet je even inleggen. Oké. Okay. Allemaal chesten. Ik ga vandaag de chesten sorteren. Allemaal chesten. Oké. Okay. Zullen we het hout in de achtste chest doen? Dit en steen gaan samen in één chest. En zand. Binnenkort ga ik een beetje sorteren, mensen. Maar nou heb ik daar niet echt... What the fuck? Wacht, een boek. Een boek. Goedendag. Dit zijn wat dingen voor uw medespelers die kan gebruiken. Ik dacht dat kan u en uw medespeler wel gebruiken. Groetjes anoniem. Weer niet. Ik ga even delen, dus we gaan het beeld weer aan. Oké, gedeeld, maar gast. Die boekjes ga ik gebruiken dadelijk een keer. Fuck. Hey, arme iron! Oké. Okay. Er zit hout en steen, hè? Oké, gedeeld. Oh jongens, ik heb mijn geluid aan. Oké, die steen kan blijft hier. Zo. Steen, hout, zand. Zo wil ik dat even nou tijd. Oh, is dat handig. Boom. Kaboom! Boeja! Waar heb ik er nog meer? Ik heb nog wol, maar dat is ook voor. Food chest, ik heb hier weer appelslava X. Die heb ik er dan weer niet bij gekregen. Maar dat maakt niet uit, want dat heb ik niet nodig. Ik wou misschien nog wat van stap, maar dan moet je gewoon. Ja, die saplings doe ik erbij. Oh nee, dat doe ik bij het farm gedeelte. Jullie doe ik hier. En dit moet naar de armstand, maar doe daar. Dit is het farm gedeelte. Hier komen nou tijdelijk even alle lava, alle pumpkins, alle golden apples, al het eten en shit komt even hier. Jou doe ik ook bij. Dit is ook farm. Dit is farm, dit is farm, dit is farm. Dus we bloemen. Eten is farm.
is steen, dat gaat ook bij, dit gaat bij bartjes, dit gaat bij bouwblokken, dus dat gaat gewoon bij dat. Jullie gaan bij gereedschap, wat dat gaat doen. Die iron heb ik gevonden. Was je mijns hieronder. Ice gaat bij de blokken, dit hebben we blokken bij farm, dat bij farm. En dan ga ik ook farmen. Ons bij farm. Dit moet hier. En dan dit doe ik hier ook bij. Nee, dat gaat gewoon bij bouw. Dit is bouw. Bouwchest, hier zitten al bouwblokken. Al die shit in. En daar komen ook die fakkels in. Jij bent farm. Rotte fles kan je farmen. En dan kan je van alles mee doen. Sorry voor de medespeler. Maar ik ga ook zijn spullen gewoon behalve zijn arm doen. Dit doe ik ook even. Ja. Ik ben hier dolblij mee. En dat neem ik echt. Meen ik echt. Dit vind ik echt uit. Want hoef ik niet voor hem die per se te minen, weet je. Maar ik ben nog niet goed te minen, weet je. Oké. Een bed. En die plaats ik hier. Hij zit hier nog fakkels bij de. Wil het weer laat nog even zien. Zo kan ik meer dingen krijgen, mensen. Van dat soort boekjes, van informatie wat ik moet doen. Hij heeft tegen mij nou gezegd. Ik heb naast Skype gehad. Van ga verder met die farm, want die wil ik dat je die af. De volgende livestream zorg ik dat jij een. Boekje hebt van een opdracht. Zo ga ik jou steeds laten bouwen. Oké, dus wat gaan we doen? Nou, mijn Minecraft put. What the fuck? Oké, dit is nou tot nu toe de farm. Beetje rommelig vind ik zelf. Dit moet zand worden. Ik moet iets hebben, want dit moet weer volgroeien. Ik laat. Kijk, hier komen inktvissen, maar daar heb ik niks aan. Jawel, als ik leer heb, heb ik ook inktvis. Dan heb ik daar inktvis wel nodig. Zo wil ik het dus gaan doen. Dit moet andere zand zijn. Daar pakken we mee. Ik ga even kijken hoeveel zand ik heb, want dat is het belangrijkste nog. En hier moet ook nog een klein gebouwtje komen van farm. Gereedschap, bordjes van dit en dit, hekjes. Oh. Zo wil ik de farm gaan maken nou. Sokje drinken zo. Al het eten. Hier in de farm komt geen zand. Daar komt daar in de bouwopslag. Een bouwterrein. Ik ga ook een aparte bouwterrein bouwen en zo verder. Want daar hoort het toch bij. Een boerderij. Daar komen wel de dieren nou tijdelijk. Die loopt daar niet los, denk ik. Nee, zeg gewoon af met dit blok. Misschien dat dan wel iets verstandig. Oké, ik. Best veel. Oké, dat is genoeg. Jij houdt hier toch, dus. Ja. En dan een klein opslag van. Met een paar chestjes erin. 2-3 chestjes. En van. Dit heb ik nodig. En dan pak ik meteen een scherm mee. En hier kan ik altijd zat bij. Misschien tot dadelijk. Maar ik ga hem daar nog een keer bellen via app, via WhatsApp. Tot een vriend van mij meedoet, Rolf. Rolfie boy. Nou, hij kan niet meteen helpen, maar hij is goed bouw. Ik gebruik wel zijn scherp, want die is iets beter. Oké, maar ik zag daar. Zand, weet je. Ik kijk daar een keer. Ik weet niet wie er kijkt. Als je even zegt wie er kijkt, dan kan ik een shout-out naar je doen. Als je wil. Dit. Dik en sheet zijn, hè? Zie je? Dus zo wil ik het voortaan doen. We gaan even meteen wat eten van mij pakken. Waar zit er voor? Oké.
Oké, vandaag nodig zie ik. Maar best veel voor de farm. Bomen worden daar ook geplant. Dus. Kom, appels kunnen we mee de nether in. En, want dan kunnen we, als we in de lava vallen, gaan we niet dood. En even kijken of diegene. Oké, wacht. Even iets doen. Mama. Oké. Oké, we gaan gewoon. Oeh. We gaan alles dichtleggen. Ik ga gewoon één laag overheen leggen. Als de. Dat, kan, dat water eronder kan me niks schelen, weet je. Kijk, hier kan sowieso niks uit ontsnappen. Dus in ieder geval, dan weet ik zeker, hier komt een klein schuurtje staan, meer niet. Dus dan weet jullie dat ook. Als je seeds uitkomt, ben ik ook blij. Nee, geen seeds, nee. Bloemen ook bewaren. Want daar kan, wat kan ik daarvan doen? Dan kan ik, want op een gegeven moment wordt het hier ook gewoon zo van kleren kopen, diamond, leer, en al die shit. Maar is er niet van ja dit en dit hebben. Ik ga wel even kijken hoe bij de mushroom farm is. Ziet er daar wel mooi is. En wat gaan we meer kijken? Het lijkt als de ding. Oh ja, ik moet daar wel even water hebben. Dus dan gaan we hier langs gewoon pakken. En ja, ik heb geen zin in. Ik maak eerst even deze hoek af. Dat ik daar al een huisje bouw. Dat is misschien belangrijker. Iets belangrijker. En dan moet hier, komt hier, in die hoek, hier, laat ik wel een klein waterplekje. Dit. Ga eens weg. Ja, zo. En dan kan je gewoon, hoe heet dat? Dan heb ik dat probleem niet van, oh ik moet iedere keer naar buiten rennen voor water te halen. Wacht, zit hier nou gewoon een ingang? Ik dacht kijk, en daar heb ik alweer wel. Daar zat ik er al, want dat heb ik gewoon weggehaald. Maar één ding weet ik zeker: hier, deze farm is best. Ja, is denk ik een groot farm. In het begin al, ik begin meteen groot, weet je. Want ik wil daar iedereen die kijkt, allemaal abonnees, iedereen die vraagt om mee te spelen, wil ik hebben vragen om mee te spelen. Dan mag je ook mee spelen. Ik maak even een vlak van, dan wil ik even afmaken. In die hoek komt toch, eigenlijk zou ik meteen, ik ga daar van huisje, opslaghuisje maken hier. Alles bij mij heeft een apart opslag dadelijk. Dat is het enige nadeel. Maar dat staat er wel in de buurt, want bouwtrein krijgt nog groter trein dan dit, hè. En de. Ik neem even een voorbeeld. Wat komt er nog meer? Gemeentehuis, want die moet ook nog komen. Maar hij bepaalt de opdracht. Dus als hij zegt: bouw me een paar huisjes, dan ga ik een paar hout hakken, huisjes zoeken. En als hij zegt van kom dit, doe dat of doe dit, dan zeg ik oké, dan gaan we dat maken. Nou, dat, hij geeft de opdracht voortaan. Of hij zegt zo van bouw een voetbalveld. Dat gaat voor mij heel lastig horen, maar dan gaan we dat proberen. Dan gaan we schrapen. Ik maak daar één. Oh, mis ik daar nog hekjes? Fuck! Ja, ik heb daar toch hekjes nodig van. Ik maak meteen even de dierenfarm af. Misschien ergens anders waterpoelen. Daar bij de trap. Die is gedicht. En doe daar ook hetzelfde bij de lava. Want
Anders heb ik hoef ik niet de tijd te mijnen. Maar eerst even dit stukje van hier, deze lijn. Komt daar van die dingen. En dan kan hier al die dieren lopen, snap je? En dan kunnen daar. Maar als jullie moeten ook kijken van wat ik moet bouwen. Want ik kan wel de hele tijd hem opdrachten laten zien. Maar dat is misschien ook niet echt leuk. Als jullie ook iets zeggen, dan. Maar hij kijkt dan wel. Dan wordt dat zo misschien een leuk idee. Laat ik hem daar gewoon bouwen. Dan kan hij weer verzamelen. Maar ik moet gewoon die shit gaan verzamelen. Dat kost gewoon tijd. Dus. Net als de video's die ik daar van over ga maken. Want hier komen ook gewoon video's over mensen. Ik ga de daar ook al in opnemen. Dan heeft hij al lang weer een nieuw boekje erin. Even kijken of ik een wijnhuis. Nee, dat is niet normaal. Even kijken. Laat iets achter. Oké. Wat misschien tof is. Ik wil echt. Ik doe dit ongeveer tot 8 uur. Daarna heb ik een kwartier niks. En om 8:15 ga ik weer een video opnemen en uploaden. En morgen ook weer een livestream proberen te pakken. En dan. En overmorgen. Zondag is het echt vooral livestream, denk ik. En een video gewoon los. Mooi, kan ik ook schaap pakken. Kan ik wol, heb ik ook meteen wol. Maar die doet gewoon even zo hoor, want. Niet, daar komt nog een trap, dames en heren. Ik eigenlijk kapot aan. Ik moet nog veel doen, maar. Daar kun je niks aan veranderen. Oké. Ik heb dit. Ik ga even. What the fuck. Kijk, ik heb dit aan die. Ik heb hoogs. Hopelijk gaat hij mijn armen geven en die touw. Ik ga ze niet demmen meteen, maar ik heb een aantal dingetjes nodig. Ja, een aantal hekjes. We doen het even zo. We hebben 15 miljoen, dat is goed. Oh, kut. Nee, dat kan ik niet. Ik heb 21. Zou wel moeten lukken toch? Ja, ik kan hier langs lopen. Dit is echt een meesterwerk, vind ik. Kijk, daar komen dan de dieren. Dan moet ik daar weer zo'n dingetje maken. Oh, dat gaat ook nog. Die laag gewoon in één. Ik laat gewoon één ding lopen. Ze hebben best veel ruimte, vind ik. En als die schaap nou niet zijn bek houdt, dan sla ik hem af. Hier komt. En dan ga ik, als ik dit stukje van de farm af heb. Hopelijk kom ik er net één. Oké, hier komt dan de poort. Die schaapblok ga zo heen. Zo. Een schaapje knippen en slachten. Mijn eigen dingen zijn toch belangrijker dan zo. Ik
heb liever een eigen, ja, eigen plant, eigen dingetje, eigen schaap, je weet, dan een schaap die voorgeplant is. Een honger. Ik denk zo verkeerd, maar die een schaap die al... Nee. Die al langer heeft. Ik wil liever zombies. Zelf gebrouwde. Dikker. Oké, okay. Als dat af is, ga ik terug naar de huis. Laat die deur zingen. Dat is... Doe maar open. Ik kan best meteen even de schaal maken. Jou doe ik wel even hier. Jullie ook, jou ook, jou ook. En dan gaan we daar het eilandje daar nog even weg gaan en gaan. Ik heb er 2 nodig, nee niet 4. Nee zeg. En ik heb een schoon en een zwart. Pak die man niet gebruikt. Oké, okay. Nou slaan meteen dat ding te boven. Klinkt het ding. Je zit er de hele tijd te irriteren, weet je. Ik denk als ik dit doe, meer wol krijg. Ja, hier. Is hij gevoeliger of zoiets, denk ik toch? Maar ik snap niet waarom hij meteen doodgaat. Ja, kut. Is er niet laag voor die paarden? Niet dat die paarden dalen mee overheen staan. De paarden wacht nog mee, want ik heb meer hekjes nodig. Kut. Ja, nou houd ze niet tegen. Oh, boy. Oké, dit is goed. Als je de paan eroverheen springt, is het slachtig zin. Ik ga meteen even de eilandje meteen weg. Ik ga meteen weer door het in de kamer liggen. En hier komt ook de wol, alles wat wat ik per ik leeg iedere week, hier komt je één chest staan, iedere week leeg ik de spullen. Zo te zeggen. Als je snapt wat ik bedoel. Ik maak hier daar één chest. En dus bijvoorbeeld, ik heb voorgeplant varkens, je hebt varkens, kind. Daar heb ik. En dan wacht ik tot ik er 4 varkens heb en dan krijg ik 2 keer een slachtig eentje.